Maarten Hoebe is nu 12 jaar burgemeester van Nuenen CA. In al die 12 jaren heb ik om de paar maanden met hem een gesprek gehad voor Lont TV. In een exit-interview kijk ik nu terug op die 12 jaar. Meneer Hoebe, 12 jaar geleden, eind januari 2012, het was even vrieskou als nu, fietsten wij samen langs het kanaal richting het bordje gemeente Nuenen. Wat ging er toen door je heen? Ja, ik had verschrikkelijk koude handen. Daar zie ik wel wat ik zeker wist. En dan 12 jaar geleden, is natuurlijk lang geleden. Ik denk dat er toen nog niet zoveel door mij heen ging. Het was aan het begin van een hele mooie periode. Maar ik had toen wij daar samen fietsten echt nog geen idee van wat er allemaal nog voor mij lag. Voor ons lag. Nou bent u twee periodes van 6 jaar burgemeester geweest. In hoeverre verschilden die periodes van elkaar? Nou, ik denk dat er in die 12 jaar wel een aantal verschillende periodes zijn geweest. En dan niet zozeer mijn 2x6 periodes, want dat is bij elkaar gewoon 12. Maar ik denk wel dat we een periode hebben meegemaakt. Bijvoorbeeld eentje voor corona en eentje na corona. Dat is toch wel in die 12 jaar ergens een hele bijzondere omslag geweest. En daarnaast, als je naar het politiek bestuur en ontwikkeling van het dorp kijkt, zie je dat we een periode hebben gehad van soberheid. Er is in het begin van mijn carrière hier, in die periode 2012, 2014 en 2015, is er behoorlijk in de kosten gesneden, is er behoorlijk gereorganiseerd, zijn er behoorlijk wat stappen gezet om daar later weer op verder te kunnen bouwen. Nou, je ziet dat we nu met een aantal grote dossiers ook daadwerkelijk die bouw weer voortzetten. Ik denk dat wel de twee grootste verschillen zijn. Voor en na corona en de periode van sparen en nu de periode van investeren. En in hoeverre hebt u een persoonlijke ontwikkeling doorgemaakt in die tijd? Ja, dat hoop ik toch. Zeker heb ik die doorgemaakt. Zeker heb ik die doorgemaakt. Ik denk dat ik in die 12 jaar wel iets van mijn wilde haren ben kwijtgeraakt, als ik dat zo mag omschrijven. Oftewel de jeugdige naïviteit die ik in februari 2012 nog zeker wel had, heeft inmiddels wel plaatsgemaakt voor een iets meer volwassen realiteitszin. Niet alles is maakbaar. Dus die persoonlijke ontwikkeling heb ik zeker meegemaakt. Maar ik heb ook om mij heen gezien dat het dorp Nuenen ook die ontwikkeling heeft meegemaakt. Van een gemeente waar partijen nog over schreven in grote Brabantse rapporten. Half kantje over Nuenen, hè. Advies aan het provinciebestuur destijds, Nuenen onmiddellijk opheffen, was de boodschap van de commissie aan het provinciebestuur. Nou, als je kijkt waar we nu inmiddels met z'n allen staan, heeft ook het dorp Nuenen zich in de afgelopen jaren absoluut ontwikkeld tot een volwassen regionale speler met inmiddels meer dan 24.000 inwoners. Dus ik denk dat we een beetje samen zijn opgetrokken, met z'n allen. Als u nu eens kijkt naar de eerste periode, kunt u daar een hoogtepunt noemen en eventueel ook een iets minder iets? Het absolute dieptepunt van mijn eerste periode is in ieder geval wat me onmiddellijk te binnen schiet. Kijk, dat is voordat ik die vraag nog niet van tevoren heb gezien. Is de moord op een van onze medewerksters. Zaira is in België samen met haar toenmalige vriend vermoord. Nou, als je dat meemaakt als burgemeester en dus gewoon als collega, die frisse jonge meid die hier 's morgens ons allemaal hielp om de catering fatsoenlijk te verzorgen. Dus die zo uit het leven wordt gerukt, is dat een absoluut dieptepunt. En dan een hoogtepunt van die eerste periode. Kom ik daar nog even op terug. Na 6 jaar is er een moment dat het gaat over uw herbenoeming. Was het voor u een uitgemaakte zaak dat u door wilde? Dat ik door wilde, ja. Ja, nee, dat was een uitgemaakte zaak. En wat komt er dan bij u binnen aan voor's en tegens? Ik heb bij de eerste verlenging echt geen seconde hoeven nadenken. Dat heeft er ook mee te maken dat Nuenen is een fantastische gemeente. Gerwe, Nederwetten, Eenheid, er is ontzettend veel te doen. We hadden ook net een periode achter de rug van de dreiging van de zelfstandigheid. En iedereen stond ook klaar voor om weer verder te bouwen aan de ontwikkeling van Nuenen. Vooral als speler in de regio. Dus met een samenwerkingsgedachte.
Het is verder zo dat je als bestuurder, maar ik denk ook als ambtenaar, ik denk eigenlijk in alle beroepen, dat je iets langer dan 6 jaar nodig hebt om de resultaten die je graag zou willen bereiken met elkaar ook af te maken. Dus ik heb bij de eerste hernoeming echt geen seconde getwijfeld. Ik niet in ieder geval. En als u eens kijkt naar de tweede periode, kun u daar eens een hoogtepunt en een eventueel minder iets noemen? Nou ja, misschien dan het hoogte- en dieptepunt samen. Dus is dan toch voor die tweede periode denk ik wel de coronacrisis geweest. Absoluut dieptepunt voor heel veel mensen die er ziek van zijn geworden, misschien zelfs dood door zijn gegaan, bedrijven die failliet zijn gegaan of die het nu nog steeds heel erg moeilijk hebben. Dus wat dat betreft was het echt een hele lastige, moeilijke en voor sommige mensen absoluut zwarte periode. Het was op sommige punten ook bijna onwerkbaar, want een gemeente besturen doe je met alle 24.000 inwoners. Dat je elkaar niet mag ontmoeten, niet mag zien, niet mag spreken en alleen maar via teams tweedimensionaal met elkaar gaat overleggen om de hoogst noodzakelijke dingen te doen. Ja, zo is ons land niet georganiseerd en zo werken we nu al helemaal niet. Dus dat was wel echt een zwarte periode. Ik denk dat er heel veel mensen ook echt vreselijk veel last van hebben gehad. Tegelijkertijd heeft het ons ook wel weer een hoop gebracht, de coronacrisis. De coronacrisis heeft ons bijvoorbeeld gebracht dat we op technologisch vlak zijn gaan ontwikkelen. Het gemak waar we vandaag de dag even makkelijk een Teams linkje uitwisselen om met mensen, het hele land met elkaar even snel een uurtje te overleggen. Nou, dat was een paar jaar geleden waarschijnlijk technisch wel mogelijk, maar ondenkbaar zouden we niet doen. Dus we reden het hele land door op zoek naar elkaar om in zaaltjes met elkaar te overleggen. Dat is veel makkelijker geworden. Maar iets anders heeft natuurlijk met de maatschappelijke ontwikkeling te maken. Corona heeft, als ik dat goed inschat, heel veel mensen ook wel geleerd wat de waarde van de ontmoeting is. Dus ik schat in, dat is ook alweer een beetje een persoonlijke noot, dat dankzij de coronacrisis we met z'n allen weer wat meer naar elkaar zijn gaan omzien. En de waarde van het echte gesprek en de ontmoeting weer meer zijn gaan waarderen. Kunt u eens uitleggen hoe het is om na 12 jaar burgemeesterschap niet zelf te kunnen beslissen of u doorgaat als burgemeester? Hoe dat is? Om te beginnen is dan eenmaal de afspraak die we met elkaar hebben. Burgemeesters in Nederland krijgen een benoeming iedere keer voor 6 jaar. En aan het einde van die 6 jaar is de gemeenteraad die besluit of hij of zij doorgaat of niet. Enige eigen beslissing die je mag nemen is of dat je na 6 jaar aan die procedure wil meedoen. Nou, dat ik meegedaan heb mag evident zijn. Wat het besluit van de gemeenteraad is, is inmiddels ook duidelijk. En daar heb je nou respect voor te hebben, want dat is het systeem wat we met z'n allen hebben afgesproken. En waarom wilde u doorgaan? U had ook kunnen zeggen 12 jaar is een mooie periode en 18 jaar is misschien een beetje veel. Maar waarom wilde u toch doorgaan? Dat had ik inderdaad ook kunnen zeggen. Dat is het gesprek wat ik met de gemeenteraad heb gevoerd. Maar de hoofdreden is eigenlijk hetzelfde als 6 jaar geleden. Het ambt van burgemeester is prachtig. En om dat te mogen doen in Nuenen, Gerwe en Ederwette, in een periode waarin we met z'n allen ongelooflijk mooie dingen aan het bouwen zijn, daar had ik met liefde en plezier voor u nog een tijdje gebleven. Dus wat is uw totale ervaring van 12 jaar burgemeesterschap? Op een enkel incident na, louter positief. Heeft u nog tips voor uw opvolger? Nee. Ja, die heb ik wel. Dat is wel een goede vraag. Die heb ik absoluut wel, maar ik laat aan hem of haar over of hij of zij die van mij wil horen. En als hij of zij vervolgens op 2 februari besluit, ik heb zo'n goede tips van die Hoebe gekregen, laat ik die eens tegen Lon gaan vertellen, dan zorg ik ervoor dat de dan zittende burgemeester jullie telefoonnummer heeft. Ik wil u dankzeggen voor uw bereidheid 12 jaar lang om gesprekken met mij te voeren. Dat zijn er zo'n 60 geweest. Dit was het meest persoonlijke, denk ik. En ik wil u dan ook zeggen dat ik u ga missen. Dank u wel. Dat is geheel wederzijds. En jullie dank voor de professionele opstelling in al die 12 jaar. En dat geldt voor iedereen bij de lokale omroep nu, overigens. Dank u wel. En Bert, ook bedankt, hè.